Lieve mama, ik ben bijna aangekomen in Zweden. Het was een lange reis, maar ik ben oké. Ik heb heel veel mensen leren kennen die in dezelfde situatie zijn als mij. Ik heb heel veel honger geleden, ik heb het heel koud gehad en ik ben ook ziek geweest. Nu komt er een einde aan mijn reis. Ik ga veel mensen missen en ik hoop dat ik daar een betere toekomst zal hebben. Zodra dat ik in het asiel ben geraakt, ga ik je proberen bellen. Nu moeten we weer vertrekken. Tot binnenkort, je dochter.